Gewoon wat gezelligheid rond mijn décolleté. Ik hou daar wel van. Lekker ding. Ik weet dat dit ook weer echt best wel een beetje fout is. En dat sommige mensen nu denken van, hoe oud ben jij eigenlijk? Ik vind het wel tof. Gewoon zo'n hele blok goud aan je vinger. Hoppa. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een AliExpress shopvlog voor jullie. Die is best wel vaak aangevraagd, dus ik heb echt zo snel mogelijk weer van alles besteld. Maar ja, zoals we allemaal weten duurt het dan best wel lang voordat alles binnen is. Dus vandaar dat ik nu pas weer een AliExpress shopvlog voor jullie heb. Als je zin hebt in deze video, doe dan alvast je duimpje omhoog. Vergeet niet om een leuke reactie achter te laten straks. En natuurlijk abonneer op mijn kanaal. En ook leuk als je me volgt op Instagram, als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we heel snel beginnen. Ik heb met name sieraden gehaald dit keer. Vraag me niet waarom. De eerste paar oorbellen zijn deze. Het zijn zwart-gele oorbellen. En ik ga gewoon heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb een soortgelijke oorbellen gezien bij Sarah. Van Sarah zijn wel ietsjes mooier dan deze. En die van Sarah zijn trouwens van de zomer. Maar ja, ik heb deze ook al in de zomer besteld. Alleen het is nu winter en nu krijg ik ze eindelijk eens een keertje binnen. Maar goed, ik ben er wel blij mee. Ik ga ze wel dragen. Ik vind ze wel leuk. En gewoon AliExpress. Ken je dat? Dat als je soms aan mensen vraagt van, waar heb je dat vandaan? En dat ze dan heel exclusief gaan doen. Het komt uit het buitenland. Dat je denkt, oh ja, oké. Nee, dan kan ik het dus niet meer kopen. Kan ik het dus nergens vinden. Oké. Hallo, ik zoek wel op AliExpress. Nu moet ik wel zeggen dat ze er anders uitzien dan ik had verwacht. Ik dacht dat ze wat groter waren en de kwaliteit. Ik ben gematigd enthousiast, jongens. Gematigd enthousiast. Maar ik weet zeker dat ik ze wel ga dragen totdat ze uit elkaar vallen, zeg maar. Oké, ik moet deze even uitleggen. Ik heb een soort van zegelring gekocht. En niet echt met de bedoeling van wat normaal gesproken een zegelring is. Ik weet eigenlijk niet eens waar een zegelring voor is. Ik heb geen idee. Maar ik vond het gewoon wel vet op de een of andere manier. Dat is deze. Dus misschien is dit geen eens een zegelring. Ik heb gewoon zo weinig verstand van dat ik niet eens weet of dit wel is waar ik het nu over heb. Maar oké. Ik dacht eigenlijk dat ik een andere besteld had. Maar misschien heb ik er wel meerdere besteld. Want zo ben ik dan ook wel weer. Ik wilde hem eigenlijk om mijn kleine vinger doen. Dat had me zo tof geleken. Gewoon echt zo braaf. Net even over de top. Geen gouden tand, maar een beetje daarnaast. Weet je wel, wel in dezelfde richting. Hij past dus niet op mijn kleine vinger. Dus hij zal hier moeten. Waarschijnlijk aan deze kant, ja. Ik vind het wel tof. Gewoon zo'n hele blok goud aan je vinger. Hoppa. Ja, wat ga je doen? Ik vind hem in ieder geval heel erg leuk. Op naar de volgende. Dat zijn volgens mij weer oorbelletjes. Ja joh, ik kon er geen genoeg van krijgen. Kijk eens aan jongens, dat zijn deze. Oh, die vind ik wel heel gezellig hoor. Ik ga binnenkort op vakantie. En dan zijn dit wel echt winnaars. Lekker ding. En misschien als ik mijn haar zo omhoog doe, dan krijg je echt die island vibes, weet je wel. Zo van, ik ben gewoon lekker vrij vandaag en ik ga het strand op. Dat idee. Oké, mijn haar zit echt niet. Laat maar. Wat ik nou weer jammer vind is dat er hier dan weer een draadje los zit. Nu al. Oké, next. Dan heb ik toch nog een telefoonhoesje. Ik had namelijk nog een telefoonhoesje besteld. Echt gestoord leuk gewoon. Ik wilde die zo graag hebben dat ik eigenlijk bijna alleen maar daarop heb zitten wachten. Van wanneer komt hij binnen? Oh my god, oh my god, oh my god. En hij kwam gewoon nooit. Op een gegeven moment ben ik namelijk online gaan kijken of ik alles binnen had. En toen bleek dat precies die telefoonhoes nog niet binnen was. En helaas kan ik hem nu niet meer aan jullie laten zien. Want ik bedoel, ik heb hem gewoon nooit gekregen. Er staat dus online dat de sender de delivery heeft gecanceld. Met andere woorden, het wordt gewoon niet meer verzonden. Nooit niet. Ik was echt verbaasd. Dit is best wel het moment waarop ik para word. Dat ik denk van, en waar is mijn geld? Oké, het is maar 8 euro. Maar toch, weet je. Ik bedoel, hè. Dus nou, daar moet ik even achteraan gaan. Goed, genoeg daarover. Ik heb namelijk een andere telefoonhoes wel binnengekregen. En ik denk dat die best wel leuk is. Oeh. Ja. Ik vind dit cute, jongens. Check dan.
Oh, ik weet dat dit ook weer echt best wel een beetje fout is. En dat sommige mensen nu denken van, hoe oud ben jij eigenlijk? 11? Nee, ik ben een stuk ouder dan dat. Maar ik vind dit gewoon leuk. Ik weet niet wat het is, maar ik heb iets met bijtjes, vlinders en de hele Mickey Mackie. Omdat het gewoon bijna zomer is. Het is altijd bijna zomer, jongens. Jullie beginnen met mij, hè? Bra! Oké, het is niet echt heel anders of je er nou in zit of niet. Maar ja, ik vind hem wel heel leuk. Hallo? Nog meer sieraden. Let's see. Merry Christmas. Oh ja, deze. Superleuk. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van anillos. Ik ga even googlen voor jullie wat het precies inhoudt. Even googlen. Oké, laat maar. Ik kan niet vinden wat de betekenis is van een anillo. Maar in mijn beleving zijn het hangertjes goud. En in sommige gevallen hangt er een kruisje aan. Of iets anders religieus. Of wat bij een bepaalde cultuur hoort. En ja... Je hebt er ook gewoon letters van en andere dingetjes. En ik heb dus deze genomen. Dat is een hangertje met de letter L van... Je raadt het al. Larissa. En ja, ik vind dit super leuk, jongens. Het is best wel groot en grof. Maar oef, als je dit zo bij je nekstek doet. Of je kettingstekje, you know, zo. Dan is dat echt super gaaf. En ik heb er dus geen ketting bij gekregen. Volgens mij hadden ze dat ook niet beloofd. Dus ik vergeef ze. Maar die moet ik er dan nog eventjes bij gaan zoeken. Wat ook is met anillos, die hebben vaak zo'n hele grote hanger. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Het is echt totaal niet duidelijk, hè? Mijn hele anillo verhaal. Maar anyway, het is een hangertje met de letter L erop. Super blij mee, vind ik echt heel leuk. En ik heb er nog veel meer gehaald, die gaan jullie zo zien. We hebben hier eerst nog iets heel anders in de categorie gadgets. Gadgets, jawel. Ik heb namelijk, nou, zoals jullie weten ben ik een vlogger. Wat was ik anders nu aan het doen? Ik weet niet of jullie mijn vlogs kijken, maar ik maak heel vaak vlogs in de auto. En dan vind ik het gewoon chill als ik gewoon lekker muziek aan het luisteren ben. Dat jullie lekker met me meerijden. Hè, van hot naar her gaan we. Maar, dan is het dus eigenlijk wel handig als ik daar ook gewoon een statiefje voor heb. En die heb ik dus maar gewoon via AliExpress gehaald. Niet om te besparen of zo, maar gewoon omdat ik dacht dat, ja... Oké, om te besparen. Ik heb nog geen idee hoe die werkt. Er zitten allemaal toeters en bellen aan. Maar ga aan met die banaan. Gat op die lolly. Handig. Gewoon handig. Oké. Heel blij mee. Ik ga waarschijnlijk weer sieraden. Ouwe, het is een sieraad. Jawel. Weer een kettingje. Zien jullie wat het is? Ja, het is een kruisje. En ik vind dat wel leuk of zo, een kruisje. Ik weet niet, maar ik vond gewoon dat ik dat moest hebben op de een of andere manier. Een vriendin van mij, die had dit en dus wilde ik het ook. Nee, grapje. Nee, nee, nee. Nee, nee, je bent niet nu al kapot. Je bent wel nu al kapot? Nee. Hij is kapot. No joke. Jullie hebben allemaal kunnen zien... Hoe ik het nu uit de verpakking heb gehaald. Hij is gewoon nu al kapot. Dit is waar je hem vastmaakt. En dat hangt nu gewoon los. En hier heb ik dan nog een stukje ketting waar ik dus helemaal niks mee kan. Want hij is waarschijnlijk losgebroken. Dat is best wel balen. Echt zonder dit. Kijk, dit is dus... Ja, sorry hoor. Ik ga het niet eens zeggen. Ik ga dat is dus ook het ding met AliExpress. Het is niet alsof je dit nog eventjes terug kan sturen of zo. De verzendkosten zijn waarschijnlijk meer dan het hele product kosten. Maar goed, hè? We gaan gewoon verder. Want ik heb ook nog wat andere leuke dingen. Oh ja, ik heb wat enkel sieraden gehaald. Ik hou daar wel van. Vooral in de zomer. Nu is het natuurlijk... Bijna zomer heb ik net gezegd, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar ik ga op vakantie. Als je dan naar het strand gaat en je hebt deze zo om je enkel. Ik ga ze even demonstreren. Nee! Ik trek gewoon weer iets kapot. Ben ik in shock? Ik weet het niet.
Oké, lekker die voet in jullie gezicht. Maar kijk, ik heb ze even omgedaan. Voor wie denkt van, nou, ik vind het heel erg tegenvallen. Dat is waarschijnlijk omdat er eentje ontbreekt. Ik ga hem nog proberen te maken. Maar ik moet zeggen dat ik het zo ook al wel heel erg leuk vind. Ja, ik denk dat het wel heel erg grappig is voor bij strandjurkje of leuke zomersneakertjes. Sandaaltjes, bladibladibla. Oh my god. Dit moet een dekseltje zijn voor mijn lens van mijn Olympus camera. Ik ga jullie nu mijn Olympus camera laten zien. Wacht. Deksel. Camera. Duct tape, want hij is kapot. Maar camera en deksel. Deze is toch veel te klein. Ik krijg echt het idee dat dit een hele agressieve video is. Want ik heb alleen maar lopen zeiken op alles wat ik heb gekregen. Maar goed, de helft is kapot en de andere helft is te klein. Maar we gaan het toch even proberen. Dit kan toch nooit? Oh. Huh? Wat? Oh my god! Oh my god, hij past wel. Ik neem alles terug wat ik heb gezegd over deze deksel. Ik dacht echt serieus dat dit speelgoedmateriaal was. Dat dit voor, weet ik veel, misschien de kleinste camera die ik ooit heb gezien was. Maar hij past gewoon letterlijk op mijn camera. Oh. Hij past gewoon letterlijk. Het was ook een trial, want ik had zoiets van, straks past hij niet. En dan heb ik er 20 gekocht, want je kon er ook 20 kopen, wat ik ook letterlijk nodig heb, want ik raak ze altijd kwijt. Maar nu ik weet dat die past, kan ik dus het hele pakket gaan kopen. En dan heb ik er gewoon 20. En als ik ze dan kwijtraak, dan maakt het niet uit. Ik leg ze echt overal neer. En in elke jaszak zit er waarschijnlijk wel eentje dan, op een gegeven moment. Maar dit is echt vet handig. Dames en heren, voor al uw gadgets, AliExpress. Ik ben echt ineens heel erg happy. Neem niet weg dat ik gewoon 2 items heb besteld die letterlijk direct kapot zijn gegaan. Maar dat even terzijde. We gaan door en dan zijn we nu bij het laatste item aangekomen, geloof ik. Maar er zijn er wel 3 in 1. Namelijk nog meer Anio's. En inmiddels weten we allemaal wat de Anio is, hè? Oké, jongens, dit is het dan. Een hartje, een dollarteken en een Maria Magdalena beeldje. Dus dit is op dit moment mijn kettingstack. Volgens mij mis ik er zelfs nog eentje. Hé, hey, ja, daar is hij. Zie? Ik vind dit wel heel erg leuk. Heel erg leuk vind ik het wel. Ik lijk wel echt een beetje die man van die A-team of zo. Hoe heet hij ook weer? B.A.? Heavy material, zal ik maar zeggen. Ik heb dan 1 wat langere genomen en 2 kortere. Volgens mij is die lange 48 centimeter en die kortere zijn 35, als ik het goed zeg. Of ik hou hier echt van, weet je wel. Nu is het echt zo van, gewoon wat gezelligheid rond mijn décolleté. Ik hou daar wel van. Nou, dit waren denk ik wel mijn favoriete items. En dan natuurlijk ook deze, hè. Let's not forget about that one. Maar daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van mijn video. Ik vind het echt extreem weinig. Een beetje een karige shoplog dit, hè? Echt heel weinig. Volgens mij heb ik nog nooit zo weinig geshopt en daar dan vervolgens een shoplog over gemaakt. Dit is een mini shoplog in plaats van een mega shoplog. Maar goed, ik ben wel heel blij met tenminste de helft van de items. En de andere helft, ja, is kapot. Ik ga nog proberen om dat ene dingetje te maken. En ja, ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Even zo, doen even je duimpje omhoog. Vergeet niet om een leuke reactie achter te laten. En natuurlijk abonneer op mijn kanaal. Vergeet ook niet om het belletje aan te zetten. Want daarmee krijg je dus een notificatie wanneer ik weer een nieuwe video plaats. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze. En hopelijk tot snel. Doei doei!